Ik ben 40 jaar, ik ben geboren getogen in Utrecht. En ik ben altijd buitenbeentje geweest in mijn jeugd. Ik werd overal buiten gesloten. En dat is een patroon in mijn hele leven geweest. Op mijn 30ste is mijn moeder overleden. Ik was altijd een moederskindje geweest. Op dat moment dat mijn moeder overleed, stortte mijn hele wereld totaal in. Ik raakte in depressie. En in het begin had ik nog ineens door dat ik in een depressie zat. En de depressie werd alleen maar zwaarder en zwaarder. Ik had ook schulden opgebouwd. En die schulden werden ook alleen maar groter en groter en groter. Tot het moment dat ik echt zoiets had. Ik maak er een eind aan, want ik zie geen uitweg meer. Op een dag heb ik een motor gehuurd. Ik had met de intentie van, ik maak me kapot. De eerste beste vrachtwagen die ik tegenkom, daar sta ik achterop geplakt. Ik zag een vrachtwagen zak rijden, ik reed op de rechterbaan. 235 km per uur. 5 meter ervoor. Ik denk, dit is hem. Volgende moment zat ik ernaast op de linker rijstrook. En ik had zoiets, ik heb hem gemist. Hoe kan dat? Met mijn laatste loon ben ik naar Amerika toe gegaan. Ik ben afgereisd naar de Great Canyon. Daar wou ik de laatste sprong van mijn leven maken. Het was midden in de nacht. Ik keek omhoog naar mijn overleden moeder. Van maar, ik kom eraan. Ik heb in gedachten tot 3 geteld. En bij tel 2 lag ik opeens 2 meter van de afgrond af. Alsof iemand mij tegenhield. Toen kwam ik op een moment tot het idee van ik moet verder. Dit is niet mijn einde. Ik kreeg een baan. Ik kreeg ook een woning aangeboden in Den Haag. Ben ik via bij CLC terechtgekomen. Het eerste moment dat ik binnenstapte, dat gaf mij zo'n warm thuisgevoel. Dat ik echt zoiets van, wow, dit wordt mijn kerk. Als ik terugkijk op mijn leven, zie ik dat God mij heeft beschermd van de dood. Hij is degene die mij heeft gered. Hij is degene die mij terug heeft gezet in het leven.